Hallo, ik ben Gerrit, de prins van de Mulbuen. En jij bent? Ik ben Gerrit zijn adjudant, Frank Mulder. Allebei geboren in Bonne. En we vinden dit tot nu toe al een super top feestje. En we moeten er nog vier, dus dat gaan we proberen. Net de optocht gaat, wat vond je ervan dit jaar? Nou, de optocht was gewoon weer geweldig. Om meer te maken, meer te doen. Het is gewoon, ja, het is één feest. Het is echt één feest, ja. En wat staat er nog meer op programma vandaag? Vanavond moeten we naar Hetme. Om 8 uur zijn we terug. Dan worden de zustervereniging bij ons weer ontvangen. En zo gaat het heen en weer. Onderscheiding erbij en een feest bouwen, hè. Ja. En jullie hebben een opdracht van de gemeente gekregen? Wij hebben een opdracht van de gemeente gekregen. Alle verenigingen uit Bonne hebben een opdracht gekregen. Wij hebben de opdracht gekregen om het Bornse carnaval te promoten naar de buitenwereld toe. We hebben al iets op Facebook gezet, dat is makkelijk. Vandaar ook dat we dit filmpje gaan doen om Bonne te promoten, om meer mensen bij de Bornse carnavalsverenigingen te krijgen. Wat kan je vertellen over de Bornse carnavalsverenigingen? Nou, de vereniging is op zich hartstikke leuk. Ik bedoel, wij komen als buitenstaanders, we gingen eerst alleen naar de carnaval. Dan word je als prins gevraagd en dan... Ja, doen we het of doen we het niet? En dat, ik heb gezegd, ik doe het. Ik heb Frank gevraagd naar adjudant. We doen het dus samen. Nou, het is gewoon één geweldig feest. We zijn goed opgevangen in de vereniging zelf, maar ook de vrouwen. Ik bedoel, de kinderen worden erbij betrokken. Het is gewoon een goede gemeenschap met elkaar. En is dat typisch voor de Mulbuelkes of zijn eigenlijk alle verenigingen in Bonne zo? Ik denk dat alle verenigingen wel zo zijn. Werken jullie veel samen als carnavalsverenigingen? Ja, dat doen we ook nog, want... De prins kennen we ook goed, ook persoonlijk. Dus ja, de vrouwen kennen elkaar weer. Dus ja, het is gewoon samen. En dan hebben jullie gezamenlijke acties tijdens deze dagen? Gaan jullie samen ergens naartoe tijdens de carnaval? Ja, naar Rijnen gaan we met de hele bus heen. En dan gaan de toetenblazers ook met. Naar Hetme. Maar dan gaan ze voor ons of na ons. Dus we komen weer bij de toetenblazers terug. We komen bij Hetme terug. En ze komen weer bij ons. Dus die gezamenlijke dingen heet toch wel, ja. En jullie hebben ook een opening van de carnaval, woensdag, donderdag? De opening van de carnaval is eigenlijk, begint het in november. Dan word je gekozen als prins en adjudant. Kom je in november op. Dan ga je dus bij de verenigingen langs. Ook in Hengelo, Oldenzaal. Leuke middagen met elkaar. Komen ook weer die onderscheidingen bij. De toetenblazers, de kogelen. Gaat daar ook allemaal heen. Bepaalde verenigingen bezoeken. En... Ja, zo wordt een feestje gebouwd en het is eigenlijk gezellig en het samen doen moet een feestje maken. En tot wanneer ben je prins? Eind dit jaar, alleen dit weekend is het laatste carnaval en dan krijg je nog een paar dingen tussen. En voor de 11 van de 11e treed je weer af en dan komt er weer een nieuwe prins. En wanneer lever je de sleutel van Bonne weer in? Dinsdagmorgen volgens mij, ja. Als buitenstaander is carnaval misschien... Beleef het anders als je meedoet. Wij doen dit jaar mee. Onze beleving is gewoon super. Dus mijn broer komt kijken. De vrouw van mijn zus was gisteren met carnaval. Heeft niks meer te maken omdat ik prins was. Wij komen. En ze zegt een tof feest. Dankjewel. Ah, graag gedaan. Graag gedaan. Dat is alles klaar. Dag!